Van de wereld, offline. Terugkijkend naar het verleden, koppijn. En vechtend voor de toekomst, punchline. Klok tikt, weinig G's, maar meer die in shock zijn. Krachtige woorden voor die achtergrendel en slot zijn. Laat je niet leiden door ongein. En neem een zucht, risico's voor hebberigheid en lust. Wereldse rijkdom kan alleen een duivels complot zijn. En karma doet er werk, maar ik hou me sterk. Beperkt door tegenslagen, maar ik hou mezelf scherp. Mijn pen snijdt door het papier, het werkt. Ik merk wat ik vul met mijn pen als ik papier bewerk. Zoveel te zeggen, maar zo weinig woorden. Zoveel ervaringen die me vormen, wat gaat het worden? Goed of slecht, een lang leven of gaan ze me vermoorden? Allahu a'lam, het staat al beschreven voor me. هذا الحياة ديالي السبب مكتبي عايش في الغربة هذا الدنيا مدتم جاد اللالي يا راسي يا راسي يا ديني يا ديني عايشين تلو فينا الله يسمحنا من والديني Te veel woede om de pijn te voelen. Veel te weinig mensen die begrijpen wat wij bedoelen. En veel te veel jongeren die zich net als mij nu voelen. Ik tegen de rest, niemand helpt, dus ik heb scheid. Gevoelens, voel me open-minded, geloof me blinded. Waar het hart vol van is, loopt de mond van open. Maar ik heb mijn hart op mijn tong, mijn bloed pompt door je speakers. Maar vind ze weg wel naar boven uiteindelijk. Dus voel me geen bullshit, dat slik ik niet. En Allah luistert niet naar mij, maar alsnog weet ik niet. De duivel lacht en wilt mijn ziel van mijn rippen. Niets is minder waar, maar de innerlijke jihad verlies ik niet. Inshallah, ik weet, ik ben echt. En fok het geld en de roem, want in mijn graf neem ik niks mee. Geen album, geen mix, tape. Alleen mijn ziel, herinneringen en de dingen die ik deed. Het is hayat diyali, السبب مكتبي عايش في الغربة هذا الدنيا مدتم جاد اللالي يا راسي يا راسي يا هيني